Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen vandaag met twee foto's. Foto's die vanmiddag zijn genomen en die de grote verschillen laten zien van het weerbeeld vandaag. Naast de westkust in Hoek van Holland was het inmiddels stralend zonnig, de lucht strak blauw, geen wolkje meer aan de hemel, terwijl het oosten nog te maken had met het front waarin het grijs en druiderig was. Die grijze omstandigheden die zien we ook terug op de satellietfoto. Daar zien we het bewolkingsgebied langzaam naar het oosten trekken en de westkust zien we daar al wolkenvrij zijn. Ook een groot deel van de Noordzee is wolkenvrij en die opklaringen breiden zich vanavond over het hele land uit. Eerst nog even een, kaart op de, een blik op de weerkaart. Een krachtig hoge drukgebied, kan ik wel zeggen, zeer krachtig, ligt ten westen van Frankrijk en breidt zich vannacht richting onze omgeving uit. Daardoor gaat de luchtdruk bij ons stijgen naar 1040 hectopascal. Daar hebben we drie jaar op moeten wachten. Februari 2012 was dat voor het laatst. Tweede hoge drukgebied boven Rusland en die gaat samensmelten met dat hoge drukgebied bij Frankrijk. Dan zien we ook nog neerslaggebieden op de oceaan liggen. Die komen voorlopig niet bij ons. Pas donderdagavond of vrijdag bereiken die ons. Als ik de in beweging zet, dan zien we dat het hoge drukgebied zich richting onze omgeving uitbreidt. Dit is dan woensdagochtend. En als we dan later op de woensdag komen, dan begint de luchtdruk langzaam te dalen. En in de loop van donderdag komt dat front via de Britse eilanden dichterbij. Rent wel behoorlijk af boven onze omgeving. Dus of het donderdagavond gaat regenen of pas vrijdag, dat is nog even onzeker. In ieder geval vanavond vrijwel droog weer. Nog een laatste motregendruppeltje Limburg en dan klaart het ook daarop. Eerst is het helder. Later in de avond gaan er weer mistbanken ontstaan. En temperaturen zijn vanavond een graad of twee. Maar dalen we vannacht tot onder het vriespunt. Ik verwacht dan op uitgebreide schaal mist plaatselijk ook dichte mist waar het verkeer echt last van heeft en de mist kan aanvriezen op het wegdek waardoor het ook nog eens glad kan worden. Dus uh, aan het einde van de nacht en in de ochtendspits even rekening houden met een wat langere reistijd vanwege de mistbanken en het kan ook nog eens dus plaatselijk glad zijn. Overal is dat mogelijk in het land, uh, maar vooral in de gebieden waar het, de mist het dichtst is. De wind begint wel iets toe te nemen en dat is gunstig. daar gaat morgen in de loop van de ochtend de mist optrekken. En vooral morgenmiddag is het behoorlijk zonnig in een groot deel van het land. Heel misschien in het zuidoosten nog wat hardnekkige wolkenvelden. Daar dan 5 graden. Maar daar waar de zon overal goed schijnt wordt het 7 à 8 graden. De meeste wind morgen op de Wadden. Windkracht 5. In de rest van het land 3 à 4 En in het zuiden 1 à 2 bofoor. Dan de verdere vooruitzichten. De nacht na donderdag hebben we ook een stevige zuidwestenwind, daardoor geen mist. Temperaturen rond of iets onder het vriespunt. En donderdag overdag schijnt de zon dan flink. Maar donderdag later op de dag komt dat front dichterbij, wat ik net op de weerkaart liet zien. Misschien dus in de avonduren al wat eerste regendruppels langs de westkust. Die misschien kunnen we vrijdag weglaten, dan is het ronduit wisselvallig. Veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Later op de dag misschien meer wat zon. 6 à 7 graden. En ook in het weekend blijft het wisselvallig weer. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur geen spektakel laat zien. De middagtemperatuur is steeds rond of iets boven de 5 graden, en de minima gaan ook iets omhoog, maar blijven rond het vriespunt schommelen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl